Dus, ik ga nu met mijn zus bij mijn oma slapen. Dus, valies inpakken. Ik heb je flauw idee waar ik moet meenemen. We gaan nu even naar mijn papa. En die zit bij zijn schoonouders. Mijn papa is er trouwd geweest. Dus bij de ouders van mijn stiefmoeder. Daar gaan we nu even naartoe. Dus bij mij, dus mijn zus en ik. Thank you.
de day after. Dus gisteren zijn we dus nog bij mijn stiefgrootouders geweest. We hebben daar met papa gebabbeld, mijn stiefmoeder. En dan zijn we terug naar mijn echte grootouders gekomen, waar we zijn blijven slapen. De dansles is niet doorgegaan, omdat... Dat is misschien ooit eens een storytime of zoiets. Misschien is iemand dat interessant. Dus... Vandaag... ben ik deze morgen met mijn jongste zusje en mijn tante naar het kruidvat gegaan voor haar schmink te vinden. Want ik moet die morgen gaan schminken, omdat ze naar een trouw moet. Alleen mijn zus moet schminken, ik moet haar nagels doen. En daarna... Wat ben ik daarna gaan doen? Met mijn oma naar de ABV voor eten voor mijn hamsters. En ja, natuurlijk breng ik dan weer al superveel snoepjes mee en onnoodzakelijke dingetjes. Maar ja, I love my hamsters. En wat nog, hè? Wat nog? Naar de apotheek. De gewone alledaagse dingetjes. Dan kwam mijn zus natuurlijk dat ze naar een vriendin moest. En ja, dan moet Bebina maar die maar gaan wegbrengen. Maar dan weten we tenminste zeker dat ze veilig aankomt. En ondertussen was ons papa hier aangekomen. Hij kwam nog eens goeiedag zeggen. En daar zijn we dan met de cabrio gaan rijden en ene gaan drinken. En zoals je kunt zien, mijn neus is gebrand. Hier ook een beetje en hier. Mijn bril zat er dus gewoon in. Dat is echt afschuwelijk. Typisch. Ik ben weer de enige die verbrand is. Maar dat is het dus voor vandaag en nog gisteren. Dus het is één lange vlog voor 2 dagen. Dus, aangezien de batterij van mijn camera leeg is, is het ofwel filmen met mijn gsm, ofwel morgen weer een hele dag niet filmen. Maar eigenlijk, dikke kwatsjes. Want eigenlijk wil ik morgen wel filmen. Ik moet morgen thuis mijn oudste zus gaan halen. Al die oudste zusje. Dus die kan misschien wel mijn camera oplader meebrengen. Ja. We komen er ooit nog wel. Dus. Dat was het dus voor de afgelopen 2 dagen. En misschien tot morgen. Bye.